Wij, docenten en studenten, wij zijn de universiteit. Wij maken de universiteit elke dag. In elke afdeling, in elk college, in elk uur onderzoek, in elk gesprek over op de werkvloer scheppen wij elke dag waarover het gaat op de universiteit. Nieuwsgierigheid, kennis, leren, goed onderbouwde kritiek. En we creëren elke dag samen wat daarvoor nodig is en zo moeilijk te bereiken. Moed en onderling vertrouwen. Onze waarden kun je niet tellen. Onze waarden kun je niet meten, want wij zijn de academische gemeenschap. Het huidige bestuur, met hun maatregelen en met hun top-down management, is sinds jaar en dag steeds meer ermee bezig om kapot te maken wat wij creëren. Wij pikken dit niet meer, daarom zijn we hier. Het huidige bestuur en de huidige bestuurstructuur heeft gefaald. Ons vertrouwen in deze structuur en in dit CWB is stuk. Daarom gaan wij nu aan de slag om de universiteit weer een democratische plek te maken. Een plek waar de ervaring en de mening van elke docent en elke student in afdeling en opleiding echt gewaardeerd wordt. Een plek waar de docenten en studenten daadwerkelijk het beleid controleren. Medezeggenschap is niet genoeg, adviesrecht is niet genoeg als het bestuur dit allemaal negeert. De Nieuwe Universiteit heeft een nieuwe constitutie nodig. Het proces daarna begint bij elke faculteit op haar eigen manier. Maar geachte, zogenaamde CWB, het is aan ons om dit te doen. Het is aan jullie om ons dit te laten doen. Jullie willen graag het vertrouwen herstellen. Mooie woorden zijn hiervoor niet genoeg. Wij willen iets nieuws. Wij willen woorden die daadwerkelijk iets zeggen. En daden die overeenkomen met woorden. Ja. Wij willen een bestuur dat verantwoording aflegt over hun eigen handelingen. Wil je ons vertrouwen terug? Dan stop de lopende herstructureringen die niet democratisch gelegitimeerd zijn. Wil je ons vertrouwen terug? Dan leg eindelijk verantwoording af. En laat een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar het financiële beleid van de Universiteit van Amsterdam. Wil je ons vertrouwen terug, dan verstop je niet achter retoriek, maar reageer eindelijk helder en duidelijk op deze eisen, want wij zijn de universiteit.